En hoe is dat voor u, mevrouw Leenens? Want ja, uw dochter is nu al bijna 2 jaar uit huis. U bent nu al 2 jaar aan het vechten. Wat doet dat met u? Nee, dat niet. Nee, maar. Als er iets pas overkomt, als je dochter net uit huis is, ja, dan ben je totaal in shock en totaal van de wereld af natuurlijk. Het klinkt als een nachtmerrie als je kind uit huis wordt geplaatst. Het overkwam Judith Leenders en Ron Niehuis uit Dieren. Noodzaak volgens bureau Jeugdzorg, maar Judith en Ron zijn het niet eens met die beslissing en stapten naar de rechter. Toen de zaak voorkwam, hadden ze het idee dat de rechter onder één hoedje speelde met jeugdzorg. Er zijn meer ouders in deze situatie die geen vertrouwen hebben in de rechtbank. En dat wantrouwen zorgt ervoor dat steeds meer rechters in dit soort zaken gewraakt worden. Ze eisen dan een andere rechter omdat de aangewezen persoon partijdig zou zijn. Volgens de president van de Zutphense rechtbank, Gert Vriezen, loopt het de laatste jaren de spuigaten uit met al die wrakingen. Een speciale wet zou paal en perk moeten stellen aan het wraken van rechters. Als woorden niet meer voldoen, dan komen de bakstenen en als die geen effect meer sorteren, dan zijn de kogels ook niet ver weg. Volkert van der G. had ook het beste met de mensheid voor. De verdediging vraagt de voorzitter van de Meervoudige Kamer. Het wraken van een rechter is tegenwoordig niet alleen voorbehouden aan een creatieve scenario-schrijver. Steeds vaker worden rechters gewraakt. Dat houdt in dat iemand een rechter niet onpartijdig vindt en daarom een andere rechter wil hebben. Zelfs de schijn van partijdigheid is genoeg om een rechter van de zaak af te halen. Tot niet al te lang geleden was het wraken van een rechter een zeldzaamheid. Nou, ik denk dat geen rechter erop uit is om gewraakt te worden. Maar zoals het bijvoorbeeld 20, 30 jaar geleden was, dat je zo'n heel enkele keer iemand tegenkwam en dat ze tegen elkaar zeiden, ken je die? Die is een keer gewraakt. Nou, die bijzonderheid is eraf. Het is geen kwestie van meetellen, maar het aantal rechters dat nooit gewraakt is, nou, die heeft in eigen ogen denk ik geluk gehad. Neem de rechtbank in Zutphen. Daar zijn dit jaar al 15 wrakingsverzoeken ingediend. Nu al meer dan de 5 van vorig jaar. De cijfers van de rechtbank in Arnhem laten ook een licht stijgende lijn zien. En dat is Vriezen een doorn in het oog. Het is een mooi middel om zand in de machine te gooien. Het is een machtsmiddel. Ja, het is een eenzijdig en makkelijk in te zetten machtsmiddel. Waardoor je de hele procedure lam legt op dat moment. En die komt wel weer een keer met horten en stoten op gang. Maar dat is toch vaak dagen of weken later. En er zijn intussen is de tijd verloren en heeft bijna iedereen verder kosten moeten maken. Even voor de goede orde, Vriezen is niet principieel tegen wraken. En vindt het ook belangrijk dat die mogelijkheid er is. Maar tegenwoordig worden rechters vaak op verkeerde gronden gewraakt. Veruit de meeste wrakingsverzoeken worden niet gedaan door advocaten, maar door zogenaamde gemachtigden. Dat zijn gewone burgers die de belangen van een partij behartigen. En die daarvoor niet altijd juridische woorden gebruiken. Criminele organisaties, stasi-praktijken. Rechtbanken werken mee aan misdaden. Jullie stelen geld, geluk, goederen en gezondheid van zwakkeren van de samenleving. Dan denkt de leek, wat is dat voor een rechtbank? Ja. Ik denk dat wat u daar voorleest, dat weinig feiten zijn en veel algemene kwalificaties. En de kunst is om bij een rechtbank ook met werkelijke feiten aan te komen en niet met scheldwoorden. De cijfers lijken Vriezen gelijk te geven, want al jarenlang wordt slechts 1 wraking per jaar gegrond verklaard. En dat terwijl veruit de meeste wrakingen door slechts 1 of 2 personen worden gedaan. Vriezen wil dan ook paal en perk stellen aan het ongegrond wraken van bepaalde personen. Ik zou me kunnen voorstellen dat als je op een gegeven moment vaststelt dat iemand voortdurend maar het wraakingsmiddel gebruikt voor andere doelen dan waarvoor het gegeven is. Iemand die veel beter een klacht zou kunnen indienen en dat vertraagt de zaak niet, het gaat de zaak gewoon door. Iemand die daar steeds misbruik van maakt, dat je die ook eens een keer bijvoorbeeld voor een half jaar het recht kunt ontzeggen om nog te wraken. Dat is wel een hele vergaande maatregel, denk ik. Ja, dat zou de wet ook moeten invoeren. De president van de Zutphense rechtbank wil dus af van die in zijn ogen nutteloze wrakingen. Maar volgens sommigen heeft het wraken wel degelijk nut. Bijvoorbeeld Judith Leenders en Ron Niehuis. Zij voeren nu al 2 jaar een juridische strijd om hun uit huis geplaatste dochter terug te krijgen.
Annemarie, inmiddels 11 jaar oud. 2 jaar geleden is zij uit huis geplaatst. Onterecht volgens de ouders. We kunnen niet inhoudelijk op de zaak van Annemarie ingaan, maar het is duidelijk dat de jeugdzorg daar anders over denkt. En dus voeren Ron Nienhuis en Judith Leenders een bittere juridische strijd tegen de jeugdzorg. Je mag daar op die zitting komen om je zegje te doen. Terwijl als ouders je nog niet eens de volledige stukken hebt, je hebt geen volledig dossier. Je kunt je dus ook niet goed voorbereiden op zo'n zaak. En dan wordt er op die zaken wordt er beslist. Voelt zich eigenlijk gewoon een beetje gepiepeld. Ja, inderdaad. Daar komt het gewoon op neer. En omdat ze zich gepiepeld voelen, vechten ze door. Ook door het wraken van rechters. Inmiddels hebben ze al 3 keer een rechter gevraagd. Het kan zeker wat uithalen, want ze balen er als een stekker van. Ze irriteren zich daar mateloos aan eigenlijk. Maar ze ontkomen niet aan de verplichting om dus extra goed naar onze zaak te kijken. Ze kunnen niet zomaar onze verweerschriften aan de kant schuiven. Er moet nadrukkelijk naar onze zaak gekeken worden. Dus dat bereiken we er in ieder geval wel mee. Daar is jullie om te doen ook. Ja. Deze zaak staat niet op zichzelf. Veel ouders die een juridische strijd voeren met de jeugdzorg besluiten om een rechter te wraken. En als ouders niet zelf op dat idee komen, zijn er altijd wel gemachtigden die dat verzinnen. Zo ook Jan Hop uit Ermelo, een man die al vele wrakingen op zijn naam heeft. Als ik denk dat er sprake is van geen onpartijdige rechter, dan adviseer ik de ouders die ik bijsta om de rechter te wraken, zodat ze wel een eerlijk rechtsproces krijgen. En dat betekent bijvoorbeeld als de ouders niet alle stukken hebben in een bepaalde zaak, of de naam van de rechter bijvoorbeeld zijn naam niet wil zeggen. Maar rechters in Nederland zijn toch altijd onpartijdig? Nee, dat betekent dat de kinderrechters, en dat zijn de rechters die de zaken behandelen van ouders die met kinderbeschermingszaken te maken hebben, dat zijn eigenlijk geen onpartijdige rechters. Dat is eigenlijk een gesloten groep rechters die hun zaak is achter gesloten deuren afhandelen, waarop eigenlijk geen controle van buitenaf is. Het is duidelijk dat sommige ouders en Jan Hop geen vertrouwen hebben in de jeugdzorg. Bovendien zijn ze bang dat de rechter te veel op de hand van de jeugdzorg is. De instellingen en de rechtbanken die wij hebben gesproken, spreken dit tegen. De Stichting Gereformeerde Jeugdzorg kan en mag niet over individuele gevallen praten, maar vindt wel dat het aantal wrakingen door bepaalde personen uit de hand loopt. Het zorgt eigenlijk voor vertraging van hulpverlening, omdat de zaken die worden behandeld in de rechtszaak, die worden stopgezet zodra er een wrakingsverzoek is ingediend door ouders en dienstprocesvertegenwoordigers. En dat betekent dus gewoonweg dat het, wanneer er geen uitspraak is, kan een gezinsvoogd daar verder ook niets mee. Oftewel, het hulpverleningstraject wordt vertraagd? Ja, wel degelijk, ja. En wat zou daar het voordeel van zijn dan, voor de gemachten en voor de gezinnen? Ik kan me eigenlijk zelf geen voordeel bedenken. Het wraken van rechters gaat ver. Heel ver soms. Zo is in Zutphen de wrakingskamer gewraakt. Ook wordt in Zutphen een gemachtigde bij bepaalde zaken geweerd. Een zeer zeldzame maatregel. En er zijn verhalen bekend van een gemachtigde die klokt hoe lang het duurt voor de gezinsvoogd de rechtszaal verlaat. Wat ik zelf heb meegemaakt is dat ik later dan ouders uit een rechtszaal vertrok. En dan zegt de gemachtigde van de gezinsvoogd heeft met de rechter nagesproken over de zaak en heeft de rechtbank kunnen beïnvloeden en daarom vraag ik de rechtbank. Dat kan ook. Dat klinkt wel bizar. Ja, dat is ook wel bizar, vind ik zelf ook. Als je als gezinsvoogd 5 of 10 minuten bij de kinderrechter blijft zitten achter gesloten deuren terwijl de andere partijen de zaal hebben verlaten, dan ga ik er vanuit van, dan is er niet alleen sprake van speeltjes pakken, dan worden er inderdaad ook afspraken gemaakt. Bent u niet heel erg achterdochtig? Nee, want dat betekent gewoon, een gezinsvoogd, die heeft ook zijn spulletjes voor zich. Hij pakt zijn spulletjes mee en kan gelijk met de zaal met de anderen verlaten. Maar als je dan 5 of 10 minuten blijft zitten, ja, dan, ik hoef het ook niet te bewijzen. Als u kijkt naar de onpartijdige kinderrechter, ik hoef het niet te bewijzen, alleen dus de schijn is al voldoende. Gert Vrieze, president van de rechtbank in Zutphen, wil nu dat er een einde komt aan het in zijn ogen nutteloze wraken. Gemachtigde Jan Hop wenst hem veel succes, maar denkt niet dat een wetswijziging de oplossing is. Volgens Hop kan de rechtbank veel beter de hand in eigen boezem steken. Ik heb gewoon gezegd van, ik vind het schandalig dat er verzoeken worden ingediend door de jeugdse per fax bij de kinderrechter. Er zitten rapporten bij als bijlagen. En vervolgens kom ik erachter dat, dat die rapporten een week later zijn gemaakt. Ik vind gewoon, de kinderrechters moeten gewoon veel beter opletten als er verzoeken worden ingediend voor uithuisplaatsing van kinderen.
En ze moeten ook gewoon zorgen dat de zaakjes gewoon kloppen. De ondertekeningsblokken moeten kloppen, de dossiers moeten kloppen. En als de rechtbank gewoon fatsoenlijk werk aflevert, wat iedere burger eigenlijk moet doen, dan wordt er ook niet gewraakt. Want al mijn wrakingen zijn puur op procedurele gronden. En die zijn te voorkomen als de rechtbank fatsoenlijk werkt. Terug naar Annemarie. Dat Ron Nienhuis en Judith Leenders hun dochter maar 2 uur per maand te zien krijgen, doet pijn. Wie zijn wij om te beoordelen wie er gelijk heeft? De ouders of de jeugdzorg? Daar is de rechter voor. Maar welke middelen blijven er over als je die niet vertrouwt? Als de rechter zouden spreken volgens de wet en zouden toetsen en een waarheidsbevinding zouden doen, dan zouden wij absoluut niet gaan wraken. Wij wraken niet omdat we dat leuk vinden of als lolletje of zo. Maar ja, het ligt er zo dik bovenop dat er dus gewoon niet aan waarheidsbevinding wordt gedaan. Dat je als ouders geen andere keuze meer hebt. Dat is eigenlijk het enige middel wat er nog overblijft.